Het is dinsdag 13 februari 2018. U luistert naar Koinonia Live met het derde deel van de Bijbelbespreking over Romeinen 10, nu vers 18 tot en met 21. Het ongeloof van Israël is ook weer het einde van de hele passage. Dus ongeloof van Israël 2 is dan de deel van de titel. De ongehoorzaamheid van het volk. 10 vers 18 tot en met 21. Nu moet nog verklaard worden hoe ondanks dit alles Israël haar Messias, zijn Messias, niet geloofd heeft. Ik begin weer met de parafrase. Op pagina 47. Maar misschien kun je zeggen dat het ongeloof van Israël kan worden verklaard uit het feit dat zij het evangelie niet gehoord hebben. Paulus heeft net vastgesteld. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van Christus. Nou, misschien hebben ze het helemaal niet gehoord. En dat suggereert niet gehoord in de zin van er is geen boodschap aan hen verkondigd, hè? Er is geen akkoweg geweest. Of ze hebben het evangelie niet begrepen. Want in dat horen zit een element van begrijpen. Horen is niet alleen maar dat je de klanken verneemt, maar ook dat je de boodschap begrijpt. En er zit zelfs nog in, zeker als het gebruikt wordt, het woord, door een Grieks sprekende, een Grieks schrijvende Jood die Hebreeuws of Aramees als zijn eerste taal heeft, daar zit ook nog de betekenis van gehoorzamen in. Het Hebreeuwse Shama, wat we kennen van de geloofsbelijdenis van Israël, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema, de hoor Israël. Ja, maar dat is ook een gehoorzame. Deuteronomium, wat is het ook alweer? 6. Ja, 6, dat is het andere deel van. Ik zit even te denken aan het tweede deel van Shema. Ik weet niet waar dat voorkomt. We hayaim shomoa tishmou. En dat zal gebeuren dat u al horende, als u nauwkeurig luistert. Shamoa is de infinitief is absolutus en dan tishmu, als jullie zullen horen. Nou, dat is een hele krachtige uitdrukking voor gehoorzamen. En dan volgen daar de zegeningen op van het in het land zijn. Maar ik weet even niet uit mijn hoofd waar dat tweede gedeelte van het Shema voorkomt. Het eerste gedeelte van het Shema is de opdracht om God lief te hebben. Hafta uit Adonai Elohega, begolf hafga, uvegol nafshiga, uvegol meodega. Je zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw vermogen. Maar het tweede deel is, vehaya shamoa tishmu. En als u dan al horende werkelijk zult horen en gehoorzamen, dan, nou, dan zal de matar yore, die zal op tijd zijn. Dus de vroege regen, de late regen enzovoort. Dat is het tweede gedeelte van het Shema. Dat is de landbelofte verbonden met de belijdenis. Dan ben ik afgeweken van de parafrase. Ik ben weer wat anders gaan zeggen. Dat moet je maar even negeren. Het gaat alleen maar om dit punt. Dat ze het evangelie niet gehoord hebben. Maar daar moet je dus in meehoren. Dat het een aandachtig luisterend begrijpen en gehoorzamen is. Dat is wat dat niet gehoord hebben dan te betekenen heeft. Hè? Dus dat akouijn is niet alleen maar het akoestisch horen. Hè? Niet alleen maar dat het je trillenhaartjes in je oorschelp in beweging brengt. Ze hebben daartoe geen gelegenheid gehad, kan men dan zeggen. Hoewel, zoals gezegd, het evangelie al in het Oude Testament beschreven was. De vorige paragrafen, Johannes de Doper, Jezus zelf, de apostelen en de getuigen in het Nieuwe Testament hebben aan Israël dit alles betuigd, maar bovendien Jesaja zelf ook. En Mozes zelfs spreekt over hem. Ik denk echter dat je met Psalm 19 zou mogen zeggen dat het geluid van het evangelie van oudsher net zo luid en duidelijk geklonken heeft als de verkondiging van Gods bestaan door hemel en aarde.
Paulus citeert Psalm 19. En dat is de psalm die die prachtige twee delen heeft. De hemelen verkondigen Gods eer. En het uitspansel, het werk van zijn handen. En dan gaat het over die zon die als een bruidegom door de lucht heen gaat. Haar uitgang is van het einde des hemels. Haar omloop tot aan de einde derzelf. En niets is verborgen voor haar hitte. Dus Psalm 19, 1 tot en met 7. Daar wordt altijd bij gezegd. De schepping verkondigt Gods eer. En dan vers 8. De wet des Heren is volmaakt. Hè? Dus dan heb je de algemene openbaring, zegt men in de schepping. En dan de bijzondere openbaring in de geschreven Torah. Opnieuw moet je snappen, als Paulus dus hier zegt, we zullen dat in het vers nog wat nader bekijken. Het geluid van het evangelie heeft net zo luid en duidelijk geklonken als de verkondiging van Gods bestaan door hemel en aarde. Dus het citaat van Psalm 19. Dan gebruikt hij de taal van Psalm 19 in ieder geval. Dat is in ieder geval de eerste strekking van het gebruik van het citaat. Maar Psalm 19 is niet profetisch. Slaat niet eschatologisch op de verkondiging van het evangelie. Maar er is een andere mogelijkheid. Namelijk dat hij opnieuw met een citaat van Psalm 19 vers 3 in dit geval. De dag aan de dag stort overvloedige spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Met andere woorden, overal wordt dit gehoord. Nou ja, maar dat is de taal van de schepping. En Paulus bedoelt de taal van het evangelie. Maar waarom kan hij dat toch doen? Ja, omdat hij met dat citaat de hele psalm aan de orde wil stellen. En dat het tweede deel van de psalm over de Torah van de Heere spreekt, de Torah van Adonai. En dat hij al eerder hier heeft gezegd, die wet, de Torah van de Heere, heeft een dieptedimensie die naar Christus verwijst. Dus in zijn theologisch raamwerk zit er als het ware een dieptedimensie waarin dingen met elkaar verbonden zijn, die op de oppervlakte niet verbonden zijn. Psalm 19 vers 3 en het evangelie waar hij over spreekt heeft niks met elkaar te maken. Maar wat is hun connectie? Psalm 19 heeft in de diepte een connectie met de Torah vanaf vers 8. En het evangelie van Christus heeft in de diepte een connectie met de wet van Mozes. Want heeft Paulus gezegd, die spreekt eigenlijk ook al over het evangelie. Wij kijken naar de tekst, dan zit op de oppervlaktelaag dus dat verschil tussen Psalm 19, 3 en Christus. Geen verband tussen. Totdat je in Psalm 19 gaat zien, wacht eens even, maar daar heeft een connectie met de wet plaatsgevonden. Er is een openbaring die deelt in het karakter van de openbaring van de schepping. De Torah is eigenlijk net zo universeel als de taal van de schepping is. En dan ten tweede dat je ook ziet bij Christus, dat die diepte in het evangelie bestaat, waarin de wet al het evangelie verkondigt. Kijk maar bij Mozes, want in de wet al is over mij geschreven, kan Jezus zelf zeggen. Dus als je dat grafisch voorstelt, dan zie je twee onverbonden elementen in de oppervlaktelaag. Maar dan moet je kijken hoe bij Paulus gedacht wordt, en dan zie je dat in de diepte die twee met elkaar wel degelijk verbonden zijn. Daarom is dit soort citaten bij Paulus niet willekeurig en zeker niet afkeurenswaardig, omdat het een gedwongen exegese zou zijn, omdat het als het ware geforceerd twee zaken met elkaar verbindt die geen verband hebben. Dat verband kun je opsporen door te kijken naar de context, ofwel de Oud-Testamentische context, ofwel de context in de brief van Paulus zelf, om dan op het diepteniveau de connectie te vinden. Anders kom je er ook niet uit. Datzelfde zagen we in Romeinen 9 met Hosea, want daar heb ik daar straks van gezegd, ja, het is een verschil. Hosea zegt niet mijn volk, maar bedoelt dan Israël. En Paulus zegt niet mijn volk en bedoelt daar de heidenen mee. Dat lijken ook weer twee totaal niet verbonden betekenissen. Maar kijk naar Hosea zelf en dan zie je dat daar iets merkwaardigs toch de suggestie oproept. Dat het om meer gaat dan alleen maar Israël, dat daar al een opening zit naar precies datgene waar Paulus over spreken wil.
Ik kon het niet laten om dit even te zeggen, maar in de parafrase hoort alleen maar te staan. Ik denk echter dat je met Psalm 19 zou mogen zeggen enzovoort. Met andere woorden, Paulus lijkt in ieder geval een vergelijking te maken. He, dus hij zegt, het is toch eigenlijk zoals Psalm 19 het zegt over de schepping. Op dezelfde manier heeft het evangelie toch overal geklonken. Maar er is dus meer aan de hand dan dat. De parafrase probeert alleen maar dat oppervlakteniveau op te vullen. Maar wil op het oppervlakteniveau blijven. Dat is de intentie van een parafrase. En in dat commentaar probeer ik die diepte te schetsen. Dat is zeker nu het geval. Er is geen deel van de bewoonde wereld waar het evangelie niet verkondigd is, zegt de parafrase dan. Dan zou je nog kunnen zeggen dat ze dat wel gehoord hebben, maar dat ze het niet hebben begrepen. In het Grieks kun je dat namelijk wel degelijk onderscheiden. Dus dat horen en niet begrijpen, dat is in het Grieks te onderscheiden. In het Hebreeuws is dat shama krachtig genoeg om beide te bevatten. Is het dan zo? In Gods voorzienigheid is er iets anders aan de hand geweest. Een deel van Israël heeft het gehoord en heeft het verstaan. Hier moet ik in de tekst nog een correctie opnemen. Maar met betrekking tot het volk als geheel zegt Mozes al dat God het evangelie bekendgemaakt heeft in de eerste plaats aan heidenen die helemaal niet naar God zochten. Volgens Deuteronomium 32 namelijk. Mensen dus die niet bij Gods volk hoorden en geen kennis hadden van de wet of van de God van Israël, aan hen heeft hij het evangelie bekendgemaakt. En ook daar moet ik een correctie uitvoeren, want dat gemaakt staat er niet. God heeft op die wijze zijn eigen volk tot jaloezie willen verwekken, niet vanwege de vruchten van het evangelie bij die heidenen, dus niet dat die heidenen nou gigantisch hun best moeten doen om zich zodanig te gedragen dat de Joden bij zichzelf denken van, tjonge, zij doen het beter dan wij. En hadden we maar wat zij hadden, zodat we het net zo goed konden doen. Nee, vanwege het heil dat nu aan de heidenen wordt aangeboden. Dus vanwege niet de vruchten van die manier van geloven, maar vanwege de zegeningen die God aan de heidenen in het evangelie aanbiedt. De boosheid van Israël tegenover het evangelie wordt daarmee ook verklaarbaar. Want Mozes zegt dat hij het gevolg is van het feit dat God het heil nu aanbiedt aan mensen die dat helemaal niet waard zijn. En zelfs geen enkele kennis hebben van de geschiedenis die God met Israël is gegaan. Jesaja zegt dat helder en duidelijk en bij hem vinden we dat de Heere zegt: ik heb mijn evangelie bekendgemaakt aan heidenen die niet naar mij gevraagd hebben. En dat zijn nu juist die heidenen die mij gevonden hebben, hoewel ze helemaal niet naar mij op zoek waren. Ook weer met een citaat uit dat belangrijke laatste deel van Jesaja, wat we dan wel noemen het evangelie van Jesaja, Jesaja 40 tot en met 66. En hier dan 65 vers 1 en vers 20 is de tekst bij Paulus waarop dat betrekking heeft. Dat betekent niet dat God zich van Israël heeft afgewend. We zullen later nog zien dat er mensen zijn die in deze tekst dat dus wel lezen, maar dat is niet het geval. Over Israël, zijn eigen volk, zegt de Heere in het volgende vers van Jesaja 65, dat hij de hele dag zijn handen heeft uitgestrekt naar zijn volk. Het evangelie is steeds ook tot dat volk gesproken, tot op de huidige dag. Maar we kunnen niet anders concluderen dan dat zijn eigen volk ongehoorzaam is gebleven en de boodschap van God heeft tegengesproken. Israël heeft uiteindelijk het evangelie niet geloofd, en dat moet met een D, kunnen we concluderend, en dat moet ook met een D, concluderend zeggen, niet omdat het niet tot het volk gepredikt is, niet omdat ze het niet gehoord hebben en niet omdat ze het niet begrepen zouden hebben. Nou komt dus de pointe en het einddoel van dat hele hoofdstuk. Hun ongeloof is niets anders dan onwil, ongehoorzaamheid. Dat gaat dus om de rebellie van Israël tegen zijn Heer. Zo bouwt hij dus deze laatste versen op. Te beginnen met 10:18, daar hebben we het citaat van Psalm 19. Alalego me ugekuzam, menunge espasanten gen, exelten hoftongos auton. Kai eista perata tes okumenes ta remata auton. Maar ik zeg, hebben ze het dan soms niet gehoord? Me uk ekuza. Me is een vraagpartikel hier en verwacht een bevestigend
Een negatief antwoord. Het is toch zeker niet. Het is toch zeker zo dat. Nee, moet het antwoord zijn. Maar hier hebben we twee ontkenningen. Het is toch zeker zo dat ze het niet gehoord hebben. Die dubbele ontkenning moet je dus zo zien dat een bevestigend antwoord verwacht wordt. Het is toch zeker zo dat ze het niet gehoord hebben. Jawel, ze hebben het wel gehoord. Mij ook verwacht dus een bevestigend antwoord. Ja, ze hebben het wel gehoord. Mij Ekuzan verwacht een negatief antwoord. Is het soms zo dat ze het gehoord hebben, vertalen we dan? Dan is het antwoord, nee hoor, ze hebben het niet gehoord. Dat is mij Ekuzan. Mij ook Ekuzan is het tegendeel. Hebben ze het soms niet gehoord? Jawel, ze hebben het wel gehoord. Zo werkt dat. Dat staat in de commentaar. Maar het zijn dus... Het is een dubbele ontkenning, dat maakt het een beetje lastig. Het is makkelijker om te zeggen, ook is de adverbiale ontkenning een meestvraagpartikel. Dat zou grammaticaal wat makkelijker zijn. In plaats van te spreken over dubbele negatie of zo. Menunge zeker wel, hij spaart aan ten gen exelten. Naar de hele wereld uit is Hoftongos autoon hun geluid, hun klank uitgegaan. Kaesta perata en naar de uiteinde... Tes oikumenes van de bewoonde wereld, taremata autoon, hun woorden. Wie is dat meervoud hier? De woorden van hen. Hoftongos autoon. De klank van hen. Wie zijn die hen? Ja, dat kunnen toch eigenlijk alleen maar de predikers zijn waarover eerder gesproken werd. En dus hun geluid. Ja, wiens geluid van vers 15, degene die prediken en die gezonden zijn, de voeten van degene die vrede verkondigen. Paulus heeft daar een meervoud ingevoerd in de tekst en zet dat hier voort. Hun geluid is dus het geluid van de predikers. Ja, niet in Psalm 19, daar is het geluid van de hemel en de aarde, van de schepping. Vers 19. Allelego, mij ook ekno Israël, protos Moses legei, ego parzeloso humas, ep ook etnei, epi etnei, asunetoi par orgio humas. Maar ik zeg, allelego, heeft Israël dat niet verstaan? Zelfde constructie, mij ook, verwacht dus een bevestigend antwoord. Heeft Israël dat niet verstaan? Ja, Israël heeft het wel verstaan. Moses zegt als eerste al, Mozes zegt als eerste al, protos. Mogelijkerwijs kun je lezen, mij ook ekno Israël protos, comma, Mozes legei. Heeft Israël het juist niet als eerste verstaan? Zou kunnen. Is Israël niet de eerste die het verstaan heeft? Namelijk omdat ze in het Oude Testament het als eerste hebben gekregen. Mozes zegt, en dat is dan het bewijs, dat Israël het als eerste verstaan heeft. Ja, zou ik raar vinden, want de boodschap van het citaat van Mozes is nou net niet te koppelen aan het feit dat Israël het verstaan zou hebben als eerste. Het is eerder dat een aankondiging is dat Israël het helemaal niet verstaan heeft en tot Jeruzalem moet worden gebracht. Dus ik denk dat het zo loopt, maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Het impliciete antwoord is... ja, wel degelijk. Vanaf het moment dat Mozes namelijk zei, ik zal u tot jaloersheid verwekken enzovoort. Daardoor hebben ze begrepen dat er ook een heilsboodschap richting de heidenen gaat. Is dan het punt. Al Mozes zegt dat, zou dan de betekenis zijn. Maar zie, ook de footnote 57, de Expositors Greek Testament van Nicol uit de 50e jaren vorige eeuw, geeft daar een mooi antwoord op. Ik zal u tot jaloersheid verwekken. Ik zal u tot toorn verwekken. Dat is niet wat in de oorspronkelijke tekst staat. Het staat niet in Deuteronomium 32, zo er staat hen. En hier maakt Paulus daar een rechtstreekse aanspraak van. Neemt het dus helemaal op in zijn eigen directe reden, zijn retorische aanspraak van zijn
gesprekspartners in Rome. Is het dan zo dat Israël het niet geweten heeft? Dus niet gehoord heeft, dat niet begrepen heeft? Er zijn mensen die dat inderdaad zo zeggen. Ik heb de neiging om dat te ondersteunen. Israël heeft wel gnosis gehad ervan, want ze kennen die teksten. Israël kent die teksten uit het hoofd, bewaart ze in het hart. Maar ze hebben geen epignosis. Dat wil zeggen, het moment waarop ze dat hadden moeten toepassen in de realiteit, dat is ontgaan. En daar hebben we al over gesproken met de voorbeelden uit Johannes 2. Ik laat Deuteronomium 32 voorlopig even maar wat het is. Het staat denk ik uitgebreid genoeg in de tekst. En dan moeten we maar eens even kijken naar Romeinen 10 vers 20. Jesaja's de apotolmai, keilegei, huiletijn, tois, ememed zetuzin. En fanes egnomen, tois ememed eperotosi. Jesaja die verstout zich, die heeft de moed en zegt, wij zouden zeggen, hij heeft de moed om te zeggen, dit is een Hebraïsme, dat twee verbogen werkwoorden in plaats van een verbogen werkwoord met een infinitief, dat is typisch voor het Hebreeuws, hè, om het met kai te verbinden. Jesaja die heeft de moed en zegt, huileten, ik ben gevonden van heurisco, door hen, tois, en me mensen toezien die mij niet zoeken. En van is egenomen, ik ben openbaar geworden voor hen die niet naar mij vragen. Epi plus erotao, eperotosi, die niet naar mij vragen. Dat is een stoutmoedige voorspelling. Paulus geeft hier weer volgens de Septuaginta, corrigeert de volgorde van de termen. En daarmee komt Paulus weer bij de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst terecht. Want de Septuaginta heeft de Hebreeuwse tekst omgedraaid. Dus de Hebreeuwse tekst heeft, ik ben openbaar geworden voor degene die mij niet vroegen. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Dan gaat de Septuaginta dat omkeren. En Paulus zet dat weer op zijn plaats. Dus ik had het net andersom moeten zeggen, merk ik nou meteen. Hè? Dus wat Paulus hier zegt, ik ben gevonden, et cetera, ik ben openbaar geworden, et cetera. Dat is de Hebreeuwse versie. Septuaginta had, ik ben openbaar geworden en ik ben gevonden. Dus dat is net andersom. En daarmee kun je afleiden dat Paulus wel degelijk ook de Hebreeuwse tekst zo hier en daar in gedachten heeft gehad. Dat is een ontzettend leuke sport om te kijken, wat heeft Paulus nou gebruikt, hè? Komt het overeen met de Septuaginta? Is dat een betrouwbare overeenstemming? Is de tekst van de Septuaginta die wij gebruiken niet een aanpassing aan Paulus? Dat kan ook nog. Is de Septuaginta een verwijzing naar een oudere Hebreeuwse versie? Zijn Septuaginta en de Hebreeuwse versie beide misschien variaties van een nog oudere tekst die we in Qumran hebben? Dat zijn allemaal interessante puzzels. En ik ben ervan overtuigd dat ze niet op te lossen zijn. Dat werkt allemaal met waarschijnlijkheden op de millimeter. Ja, dat is net als de overwinning op de 10.000 meter met de Olympische Spelen, maar dan met 1.000ste seconde. Nou, dat vind ik ze alle twee even goed. Ik moet ze allemaal goud voor mij krijgen. Maar zo nauwkeurig werkt dat hier dan wel eens. En de suggestie dat dat kan worden opgelost levert wel weer nieuwe verkoopbare boeken op, maar geen echt inzicht. Het is gewoon niet te beslissen. We weten dat soort dingen gewoon niet. Maar het houdt wel in dat er een vrij gebruik van de tekst geweest is. En dat we in de Septuaginta plus de Hebreeuwse tekst plus de tekst van Paulus, dat we daar ongeveer wel alle mogelijkheden bij elkaar hebben staan. Dat is dan wel zinvol. Vers 21. Dit is wat Jesaja dus gezegd heeft over de heidenen. Maar wat zegt hij dan tegen Israël? Vers 21. Prostaton Israël, gij, tegen Israël zegt hij. Holen ten hemeran, exepetasatas, geiras mu, proslaon apetunta kai antilegonta. Maar tegen Israël zegt hij, zegt God door middel van Jesaja, de hele dag. Dat wordt helemaal naar voren getrokken. In de Septuaginta staat dat later. Maar dat de hele dag wordt benadrukt. Heb ik uitgestrekt van ek
ecpeteino, uitstrekken van de handen. De hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een volk dat apeitunta, ongehoorzaam, apeiteo, ongehoorzaam is. Kan je antilegonta en tegenspreekt. Dus niet alleen maar dat ze niet doen wat de Heere zegt, maar ze zeggen tegen de Heere, we doen het niet. Oh, lekker. Dat is de strekking. En heel mooi dat die handen uitgestrekt, dat is het gebaar van een gelovige naar zijn God. Hè, de handen uitstrekken in de vorm van een smeekgebed. En hier bidt God tot zijn volk, bij wijze van spreken. Smeekt tot zijn volk. En dat antwoordt met ongehoorzaamheid. En met tegenspreken. En dat is de pointe van de hele tekst. En dat Paulus hier kan zeggen, dit is de kern van het probleem. Het is ongehoorzaamheid. Er ontbrak niks in Gods omgang met Israël. Hij heeft predikers gezonden. Hij heeft Johannes de Doper gezonden. Hij heeft de profeten het laten vastleggen. Hij heeft zelfs al bij Mozes gezegd waarom het hem te doen was. Hij heeft zijn zoon gezonden uiteindelijk. En toen die zoon werd overgeleverd aan de Romeinen, gestorven is, heeft hij in de opstanding het bewijs geleverd. En vervolgens heeft hij de apostelen, zijn apostelen gestuurd om zijn evangelie over de hele wereld te verkondigen. Hij heeft andere volkeren geroepen tot dit evangelie. En Israël weigert nog steeds. Nou, dan zijn ze ongehoorzaam en tegensprekend. Dit is het dieptepunt. En dan gaan we in dat volgende hoofdstuk natuurlijk omhoog krabbelen. Maar dit is het dieptepunt. Dat het ongeloof van Israël niet een ongelukje is. Niet aan uiterlijke omstandigheden ligt. Geen falen van God betreft. Zelfs al voorspeld werd. Zelfs al van tevoren genoemd werd. Dat zagen we in Romeinen 9. Ja, het is geen ongelukje, maar God heeft het van tevoren zo bepaald. En Romeinen 10 legt dan uit waarin het ongeloof van Israël feitelijk bestaat. Dat is in wezen ongehoorzaamheid en tegenspraak. En dan gaat hij het vanaf hoofdstuk 11 natuurlijk weer opbouwen. Dan gaan we te zien krijgen wat de heilshistorische functie is van dit ongeloof. Want het komt de heidenen ten goede. En hoe God het uiteindelijk zal omkeren, zodat Israël als geheel, als volk, weer tot geloof zal komen. En daar beginnen we dan de volgende keer aan. Vragen over dit gedeelte. Het laatste deel ging dan weer een beetje snel. En het begin ging weer een beetje langzaam. Maar zo gaat het altijd. Nou, ik kom wel een beetje achter je aan. Dus ik moet het weer langs laten komen. Mm-hmm. Ik blijf het een verschrikkelijk triest verhaal vinden. Ja, hoofdstuk 10 is een tragisch hoofdstuk. Het ongeloof van Israël. Oh, oh, oh. Het is één lange uitleg van vers 2. Dat volk dat zo'n ijver voor God heeft, wijst zijn eigen Messias af. In dat opzicht is het dus een volk zonder verstand. En nou is er een onverstandig volk in vers 19, dat de Messias wel aanvaardt. En de reactie van Israël is dat ze er boos over worden. Nou, dat is de tragiek waar Paulus mee geworsteld heeft. Je hebt een moment dat Paulus boos wordt in Handelingen. Ik weet niet meer precies waar dat staat. Maar dan hoort hij zoveel tegenspraak. Want als Paulus hier over tegenspraak spreekt, dan ongetwijfeld heeft hij in gedachten gehad hoe Joden antwoord hebben gegeven op zijn eigen prediking. Hij ging de synagoge in en betuigde uit de schriften dat de Messias gekomen was, geleden had, uit de dood was opgestaan. Ja, en ze spreken hem tegen. En dat heeft hij toch ongetwijfeld gezien als een tegenspreken door Israël van God zelf. Nou ja, Romeinen 10 is een proces. Wie is de schuldige? Kan Israël zeggen, nou, die predikers die deugden niet, of de Messias heeft ons toch niks te vertellen gehad, of dit is een mis, of dat is een mis, of nou, het is ons wel verteld, maar hoe konden we dat nou begrijpen? Dat is toch logisch dat we daar niks van konden snappen? En Paulus die zegt, nee, je kunt dit niet bagatelliseren, dat is ongehoorzaamheid. Maar ik denk, nou ja, die heidenen weten er waarschijnlijk ook wel wat van. Die zijn ook bezig godsdienstje te spelen. Als ze niet oppassen.
De heidenen als zodanig doen niet anders. En de heidense christenen ja, doen het voor een groot deel ook, ja. Die hebben er ook helemaal niks van begrepen. Er is nog alle aanleiding voor om daar later op terug te komen, maar enigszins vooruitlopend op de hele zaak. Kijk, zoals Israël als het ware een geloof heeft gehad zonder kennis. Dus we hebben ontzettend veel christenen kennis zonder geloof. We weten wel een aantal basisdingen, althans van het evangelie. Maar de uitwerking daarvan, de praktische plaats die dat zou moeten hebben, de besnijdenis van het hart die daarmee verbonden is, die ontbreekt volledig bij hen. Dus als we even naar die uitdrukkingen gaan, kennis zonder geloof en geloof zonder kennis, daar kun je wel wat variatie op hebben. Ik kan ook zeggen, Israël heeft kennis zonder geloof, maar ik denk dat het vooral de heidenen zijn die kennis zonder geloof hebben. Kennis van het evangelie zonder waarachtig geloof, zonder waarachtige bekering. En Israël heeft wel die ijver, heeft geloof in die zin, maar zonder kennis. Met zo'n schema moet je voorzichtig zijn, want ik kan het ook de andere kant nog wel op construeren. Maar ik denk heel concreet in de verhouding van Israël in de gemeente zit het zo, hè, dat die zogenaamde ijver van Israël voor God niet zomaar een bijkomende eigenschap is. En dat als Israël nou maar begrijpt dat de Messias is gekomen, dat ze die ijver kunnen laten vallen. Die ijver is een wezenlijk onderdeel van het geloofsleven. En Israël heeft dat. En ze hebben die ijver voor al die dingen die als hun voorrecht genoemd worden. Dus de verbonden en de eredienst en de aanbidding en de wat is er nog meer daar genoemd? De belofte. De vaderen. Is dat niet het begin van hoofdstuk 9? Hè? Dus die hele lijst van voorrechten van Israël. De heerlijkheid, de Shechina, rust in dat volk. Dus dat hebben ze allemaal. En dan is het ook nog een keer zo dat in hun midden de Messias tevoorschijn treedt. En dan heel tragisch, die wijzen ze dan af. Dus het hoogtepunt van hun eigen roeping, namelijk dat de Messias uit hun midden tevoorschijn komt, daar hebben ze als het ware, dat hebben ze onderbroken. Daar hebben ze al die andere dingen ook onderbroken in de geschiedenis. Want als je gaat kijken naar de geschiedenis van Israël in het Oude Testament, de verontreiniging van de tempeldienst is daar geweest en het negeren van de belofte juist zoals die aan de aartsvaderen gemaakt worden. Hè, met een ander type van godsdienst. Hè, dat is wat begin van de Romeinen 10 ook uitlegt. Die zoeken naar die eigen gerechtigheid in plaats van de gerechtigheid van God. Ze hebben in die zin dus ook de vaderen genegeerd. Hè. Abraham genegeerd. Ze hebben hun eigen geloof niet gemodelleerd naar het voorbeeld van Abraham zelf. Maar toch, ze hebben en die voorrechten en ze hebben ijver. Nou, dat moet je wel begrijpen als precies datgene waarin de kerk later is gaan falen. Tot de ijver van de kerk, dat werd de ijver van de ketterijvervolging, van de kettervervolging. De talloze vervalsingen van het evangelie binnen het christelijk erf. Hè, dus vandaar dat als je die uitdrukking leest, ik geef een getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand, dat je al heel snel ook aan de christelijke kerk moet denken. Ijver zonder verstand. Neem niet weg dat dus de Joodse weg, zoals het Jodendom van Paulus' tijd, die voor zich heeft gezien, dat die hier wel degelijk natuurlijk gediagnosticeerd wordt als ongehoorzaamheid. Maar we hebben natuurlijk niet het probleem wat die mensen in Nazareth hadden, die zeiden, hier, we kennen hem toch, zijn vader is Jozef, zijn moeder is Maria, we kennen zijn broers en zijn zusters, wat komt hij ons nou vertellen? Ja. Maar na de opstanding werd dat probleem wel opgelost. Ja. Door de broer van Jezus, Jacobus, is een van de voormannen in de gemeente van Jeruzalem. Dat is de
degene die samen met de moeder Maria Jezus probeert weg te halen als hij aan het onderwijs geven is. Het zijn die broers die honen. We gaan er maar naar het loofhuttenfeest, laat je nou eens zien. Want als je Messias bent, moet je toch wel door mensen gezien worden. En dat slaat helemaal om naar de opstanding. En dan krijgen ze zelfs een hogere rangorde in de gemeente. Dus dat op zich was nog wel, dat kon nog wel veranderen. Maar er zijn veel redenen te bedenken om Messias Jezus niet aan te nemen. Het volharden in die eigen gerechtigheid lijkt meer voor de hand te liggen. Zoals het ook voor heidenen meer voor de hand lijkt te liggen om zonder enig juk en zonder enig gebod te leven. Om puur zeg maar de vrijheid te beoefenen. En die twee dingen staan tegenover elkaar. Maar het zijn allebei messiasloze levenshoudingen. Laten we zeggen, de wet zien als jouw eigen, in zekere zin als jouw eigen trots en daar ijver voor hebben. En de volstrekte wetteloosheid, de vrijheid zien als datgene wat jouw bestaan vervult. En zolang het heidendom niet geleerd heeft van het jodendom, zal het die vrijheid ook binnen christelijk erven als het allerhoogste zien. En als het jodendom niet leert van het christendom, zal het die wetsbetrachting, die eigen gerechtigheid, als de enige zinvolle gerechtigheid zien. En dan blijft het jodendom steken in de vruchteloosheid van die wetsbetrachting. En het heidendom blijft steken in de kwaadaardigheid van die pure vrijheid. Claimen dat je zomaar vrij mag zijn, dat je eigen impulsen en je eigen bestaan al voldoende rechtvaardiging geeft. Kijk, ik hoef niet te luisteren naar de wet, ik hoef niet te luisteren naar de Messias die daar een doel aan geeft. Dat zijn die twee uitersten. Dus in de gemeente, als er staat er is Jood nog Griek, dan komt dat omdat Jood en Griek beide hun bijdrage leveren. Niet omdat er simpelweg gezegd wordt, dat is één pot nat. Maar omdat ze beide hun bijdrage leveren, is dat onderscheid geen reden van vijandschap en verdeeldheid. Dat is juist een onderlinge samenhang. Daar komen we volgend hoofdstuk dan over te spreken. En dan gaan we dus ook gaan we weg van deze hele trieste en tragische diagnose. En in hoofdstuk 11 begint dus dan ook het betoog met de vraag. Nou, als je dit allemaal nou zo hoort. De hele dag heeft God zijn handen uitgestrekt. Bijna alsof hij een smeekgebed richt aan zijn eigen volk. Maar dat volk is ongehoorzaam en spreekt hem tegen. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zou dan toch voor de hand liggen. God heeft zijn volk toch verstoten? En dan zegt hij, dat zijn verre. Het is toch ondenkbaar dat dat gebeurt. Hoe kun je nou die conclusie trekken? Dan denk je toch, daar word je naartoe geleid. Je wordt er naartoe geleid van, God kon maar één ding doen, dat is dit volk voorkomen verwerpen. En dan zegt Paulus, dan heb je er niks van begrepen als je die conclusie trekt. Het ligt weer heel anders. Nou ja, maar dat doet hij dan wel. Een heleboel, 36 versen namelijk doet hij erover. Dus dan gaan we met alle rust maar volgende keer doorheen.